Vandaag maak ik voor jullie een heel feestelijk gerecht klaar. We gaan een ragout klaarmaken van hert, maar zonder al te veel poespas, zodat het voor jullie gemakkelijk blijft om te bereiden. We gaan ons bord heel mooi gaan dresseren en we kiezen voor een prachtige garnituur. Dus we starten met het bruinen van onze boter, zodanig dat we ons vlees kunnen gaan korsten. Ik heb hier ons hertenvlees, dus ik koop dat ook gewoon kant en klaar in ragout gesneden of je vraagt het aan uw beenhouwer. Je ziet, het vlees is iets roder, het is wild. Heb je geen hert in huis, dan kan je dat eigenlijk doen met eender welk vlees. Je kan kiezen voor everzwijn, je kan kiezen voor een goed stukje rund. Dus dat is eender naar eigen smaak. Ik zal het vlees al een klein beetje gaan voorkruiden. Dus wat zout. En dan uiteraard de peper. Mag je flink wat gaan bijdoen, zodanig dat er toch een hele goede smaak in onze stoofpot komt. Ziet, onze boter begint zo hazelnootbruin te worden. Voilà, en dan gaan we nu het vlees gaan toevoegen. Dus we laten ons vlees aan alle kanten korsten. Laat dat maar een beetje op hoog vuur staan. Dan kan ik nu ondertussen mijn groenten en mijn aromaten gaan voorbereiden. Dus wat hebben we nodig? We gaan een beetje ajuin toevoegen. Met de ajuin gaat altijd look samen. We gebruiken verse look, maar gedroogde look is natuurlijk ook altijd goed. Dan hebben we nog wortel. Die gaan we ook gaan fijn snijden. We ook gaan toevoegen. De wortel gaat altijd een beetje voor een zoete smaak zorgen in onze stoofpot. En dan voor de intensere smaak ook een beetje selder. Want dat zijn eigenlijk allemaal groentjes die ook gebruikt worden in een marinade. Maar wij gaan dus niet de marinade vooraf gaan maken, maar we gaan het in feite allemaal gaan toevoegen in onze stoofpot. Dat was hetgeen dat ik bedoelde met niet te veel geen poespas. Dus dat gaat er ook bij. En dan heb ik ook een raap, ook altijd zeer lekker in een stoofpot. Dus gaan we ook zoals de wortel in gelijke stukken verdelen. En dat voegen we dus ook allemaal toe. Alles eens flink gaan omroeren. Ondertussen is ook de andere kant van ons vlees gekorst. En kunnen eigenlijk onze groentjes ook een heel klein beetje nog gaan aankleuren. Dus ik laat het vuur nog eventjes hoog staan. Terwijl ons vuur nog zeer hoog staat, gaan we nu eerst gaan afblussen. Dus we blussen af met rode wijn. We voegen er ook voor de smaak een klein beetje cognac aan toe. En dan onze aromaten. Aromaten zoals gewoonlijk thym en laurier. Een beetje laurierblaadjes. Weet dat je een blaadje altijd moet kreuken, zodat de smaken veel beter gaan vrijkomen. Om achteraf een gebonden saus te creëren, want je zal zien, je zal achteraf niet meer moeten bijbinden, gaan we ook een beetje mosterd gaan toevoegen. Niet alleen voor de bindkracht, ook voor de smaak. Tomatenextract, dus de tomatenpuree, ook toevoegen. Zal ook binden, ook wel een mooie kleur geven aan onze saus. Dan om een iets wat zoetere afsmaak te hebben, wat beenvestenconfituur. Dan gaan we toevoegen een klein beetje bloem, zodanig dat we dan een gebonden saus gaan krijgen. Mag je gewoon zo gaan erover strooien, een lepeltje. En dan heb ik ook nog een heel klein beetje wild van. Dus we gaan ervoor zorgen dat onze saus, dat we erbij creëren, een lekkere smaak heeft. En we werken hier met hert, dus mogen we wild van gaan toevoegen. Nu gaan we alles zeer goed gaan mengen. We laten nu de stoofpot nog eventjes heel goed echt warm worden, om dan achteraf in de oven te plaatsen. Maar daarvoor moet hij echt wel eerst heel goed gaan pruttelen. Dekseltje erop en dan in de oven.
Voilà. De stoofpot die gaat 3 uur in een sudderoven van 150 graden. Ik geef je wel de raad om zo heel af en toe toch eens te roeren, zo om het uurtje toch een keer te kijken of dat er nog wat extra vocht toegevoegd moet worden. En dat kan je dan doen met nog een beetje wildvan als het nodig is. Nu gaan we onze garnituur gaan voorbereiden, die we dan achteraf ook gaan haren. Wat gaan we allemaal toevoegen? We starten met witloof. Het witloof gaan we heel eenvoudig gaan bereiden. En dat gaan we dan achteraf onderaan in ons bordje gaan dresseren. Dus voor de gast die eigenlijk de stoofpot gaat proeven, gaat hij eigenlijk maar op het einde zien dat er ook wat witloof in verwerkt is. Wat doen we met het witloof? We gaan het halveren. Buitenste blaadjes gaan we verwijderen. En dan zie je hier de bittere kern die we ook gaan verwijderen. Want het is dat die zo'n beetje zorgt voor die onaangename smaak van de witloof. Hoe gaan we dat versnijden? Naar keuze. Maar ik hou er wel van om langwerpige sliertjes te gaan creëren. Omdat dat wel mooi is dan ook om dat witloof dan te gaan dresseren. Zie je? Meer hoeven we niet te hebben. Dat houden we dan voor straks. Dus we gaan dat bewaren. Wat hebben we dan nog? De spruitjes. De spruitjes die gaan we niet op zijn geheel gaan verwerken, maar die spruitjes gaan we uiteenhalen totdat we eigenlijk blaadjes hebben, die we dan achteraf gaan pocheren. Natuurlijk, de buitenste blaadjes halen we er wel weer af. Dan snijden we weer een beetje bij. En dan zie je, kijk, dat komt zo helemaal vanzelf, komt dat los. En dan kunnen we dat achteraf gaan pocheren. Dat is ook klaar. Dan hebben we de girolletjes. Hoe gaan we die gaan schoonmaken? Gewoon even afborstelen. Want je weet, paddenstoelen of champignons die mogen dus nooit gewassen worden. En wat doen we nog? Het steeltje. Dat moet eigenlijk schoongemaakt worden. Dus dan gaan we dat met een mesje zo gewoon eventjes gaan afschrapen. En het uiteinde afsnijden. Dat voor de girolletjes. Het volgende dat we gaan voorbereiden, dat zijn onze aardappeltjes. Wat gaan we doen? We kiezen nu ditmaal niet voor een aardappelpuree, maar we gaan rauwe aardappeltjes gaan afbakken. Maar we gaan ze wel met een Parisienne lepeltje uitlepelen uit de aardappel. De pal mag eraan blijven, want dat geeft een heel mooi krokantje aan de aardappel. Vergeet dan niet om uw aardappeltjes wel onder water te zetten, zodat ze niet verkleuren, hè? En dan wil ik u wel nog een laatste garnituur tonen, maar daar hoeven we nu niks voor te doen. Dat zijn de sojaboontjes die we gaan gebruiken als afwerking dan. Je ziet hele mooie groene boontjes, maar die hoeven we gewoon maar op te warmen. En dan kunnen we nu starten met het haren van de garnituur. We beginnen met het witloof. We gaan in feite het witloof een beetje gaan confeten. Dus een klontje boter in de pan. Zorg ervoor dat uw boter in dit geval niet gaat bruinen. Dus gewoon uitsmelten en dan gaan we het witloof gaan toevoegen. En de bedoeling nu is dat dat witloof heel rustig gaat haren. En we gaan als specialiteit het witloof gaan afblussen met sinaasappelsap. Dat zal tegenover de bitterheid van het witloof een heel mooie combinatie geven. Dus uw witloof besprenkelen met sinaasappel. Ik ga er nog een beetje aan toevoegen. Dan hebben we ondertussen ook wel het vocht om gemakkelijker te haren. Een klein beetje peper en zout. En we geven dat mooi de tijd om haar te worden. Dan hebben we onze volgende garnituur. En dat zijn de spruitjes. Die gaan we toch gaan blancheren, zodanig dat ze toch haar zijn. Want niets is onaangenamer dan een rauw spruitenblad in je mond te hebben. En dan afspoelen in koud water. En dit om de groene kleur nog extra te gaan opwaarderen van die spruitjes. Een klein beetje zout toevoegen aan het water. Het water kookt nu voldoende. We gaan dus de spruitenblaadjes toevoegen. En met een schuimspaan eventjes onderdompelen, dus zodat ze echt wel haren. Dat hoeft niet zo lang te hebben. Dus een klein minuutje is eigenlijk voldoende. En dan
haal ik er een klein beetje koud water bij en onderdompelen in koud water. Dit om de groene kleur te behouden en dan kunnen we nu overgaan naar de girolletjes. Een champignon die gaan we altijd gaan haren in goede boter voor de lekkere smaak. Die boter moet wel eerst heet gemaakt worden. Dus een klein klontje. Klaar, onze girolletjes die gaan in de pan. Dus wanneer de champignons bijna klaar zijn, onze sojaboontjes toevoegen. We gaan kruiden met peper en zout. Je ziet eigenlijk nu al dat dat een hele mooie kleurenschakering gaat worden in ons bordje. Hè? En dan als de boontjes gaar zijn, dan pas gaan we de spruitenblaadjes toevoegen, omdat die blaadjes maar een heel klein beetje nodig hebben. En deze garnituur is voor mij hier ook helemaal klaar, zodoende dat we alleen nog de aardappeltjes nu moeten afbakken. Dus daarvoor hebben we een pan nodig. En hiervoor gaan we een klein beetje olijfolie gaan toevoegen. Dus eens dat de olie goed geet is, gaan toevoegen. Wat is het speciale dat we eraan geven van smaak? Dat is dat we wat kippenkruiden gaan toevoegen. Dus extra zout en peper is niet meer nodig. Die aardappeltjes zijn dus echt wel gaar. Dus ik heb ze niet vooraf verkookt. Dat is helemaal niet nodig. En na een vijftal minuutjes zijn die gaar. Al onze garnituren zijn nu klaar. Nu ga ik eventjes gaan kijken in mijn stoofpot. Die heeft nu 2,5 uur in de oven gezeten. Nu voeg ik de veenbesjes toe en dan plaatsen we die stoofschotel nogmaals een half uurtje in de oven. Ik heb er ondertussen mijn stoofpotje bijgehaald. Heeft nu 3 uur in de oven gesudderd. Het ruikt heerlijk en het ziet er ook fantastisch uit. En dan heb ik er ook een heel mooi bordje bijgehaald. Het eerste wat we gaan dresseren is ons witloof. Dat leggen we dus onderaan. Dan is dat zo'n beetje op het einde zo'n lekkere smaakje dat de gasten terugvinden. Dan onze ragout van hert. Die gaan we er bovenop gaan dresseren. Overdrijf niet met de hoeveelheid. Mensen kunnen dan nog altijd wat bij serveren als ze dat willen. Dan hebben we onze garnituur van de boontjes met de girolletjes. Nog een paar spruitenblaadjes. Ja. En dan hebben we onze aardappelbolletjes. Het lijkt zo wat of we wat pareltjes toevoegen aan ons gerecht. En dan als toemaatje, omdat we toch echt wel een feestelijk gerecht klaarmaken, heb ik hier een paar kleine sneetjes foie gras dat we op het allerlaatste kunnen toevoegen aan ons gerechtje. Ik zeg het erbij, dat is eigenlijk nu echt wel omdat het een feestgerechtje is. Het moet niet, maar het mag. En dat is nu mijn voorbeeld van een heel gemakkelijk te maken stoofpot, maar heel mooi gedresseerd als feestelijke maaltijd. Smakelijk!